Hallo mensen. De highlights van Apoel Ajax. Ajax staat dan met 1-0 voor. En is dit dan een hensbal van Ricardo van Rijn? In eerste instantie denk je nee. Maar wie weet is ja ook wel een antwoord. Nee. Wacht mensen, ik mag. De commentator spreekt van een cadeautje van de scheidsrechter. Wat denk je? Wat een discussie. Dat is ook de reden dat hij fluit, ben ik van overtuigd. Alleen, je ziet nu weer de combinatie van zo'n scheidsrechter met zo'n man achter die goal. Hij fluit. De scheidsrechter staat er beter voor, staat er dichter op, die geeft geen penalty. De man achter de goal geeft gewoon een penalty. En ik vind het een heel zwaar gestraft. Maar als je echt gewoon heel goed kijkt, dan zie je dat... Oh mijn god, mijn beslissing is gewoon gelijk. Het is niet 1-1, het telt niet. Ajax, kom op, hou je sterk.